fruitcorso krijgt voor 3 jaar subsidie van de regio Rivierenland, maar dan moet het festijn wel duurzaam worden. Dus geen voedselverspilling meer. Hoe gaat het corso dat doen? Je kunt denken aan biomassa. Er zijn fabrieken die er papier van maken, tasjes van maken. Nou, dat onderzoek gaan we de komende maanden echt voortzetten. En aan het eind van het corso willen we echt ook daadwerkelijk stappen maken. In de corsohal van Maurik, waar al hard gewerkt wordt aan de wagen van de komende editie, wordt wat schamper op het thema gereageerd. Als ze bij ons bij de wagen komen en ze vragen naar van, goh, wat een verspilling, hè? Weet je wel hoeveel je nu weg kan gooien en waar je iemand anders blij mee kan maken, dan leg ik de vraag meestal terug bij degene die mij die vraag stelt. Weet jij wel hoeveel fruit, groente, eten je op jaarbasis weggooit? Wat je niet opeet. En dan maken wij er iets moois van, waar heel veel mensen van genieten. En waar heel veel vrijwilligers vrije tijd in steken. Waar heel veel oudere mensen ook aan meewerken. Niet bij ons wel. En het is gewoon het promotiemateriaal voor het rivierengebied. Het valt ook wel erg mee met die verspilling, vindt Schimmel. Zo wordt jaarlijks heel veel aan de voedselbank geschonken. En de vrijwilligers nemen na afloop ook het nodige mee. Ik heb heel wat kilo's stoofperen mee naar huis genomen en appeltjes om. Als we dan onze jaarlijkse barbecue hebben als afsluiting van het corsojaar, dan presenteer ik de stoofpeertjes en de appelenmoes.